Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 14 oktober. Je leven verandert pas als jouw denken verandert. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 4, vers 8. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Ik ben jaren ongelukkig geweest omdat ik vanaf het moment dat ik wakker werd negatieve, verdrietige en deprimerende gedachten had. Ik kan nu oprecht zeggen dat ik volkomen tevreden ben, sinds de Heilige Geest mij geholpen heeft om in te zien hoe ik kan functioneren met de gezindheid van Christus die in mij is. Misschien heb je net als ik jarenlang geleefd om verkeerde gedachten te denken. Het goede nieuws is dat, met Gods hulp, dat vandaag kan veranderen. Als je worstelt met negatieve gedachten, dan is het belangrijk voor jou om ervan doordrongen te zijn dat je leven niet zal veranderen totdat je je denken verandert. Vernieuwend, godvruchtig denken is essentieel voor verandering. De Bijbel heeft veel te zeggen over wat voor dingen we zouden moeten nadenken. Filippenzen 4 vers 8 zegt ons dat we aan dingen moeten denken die ons opbouwen, niet die ons afbreken. Vandaag geef ik je de volgende uitdaging. In plaats van iedere ochtend op te staan met negatieve gedachten, kun je op het moment dat je opstaat ook kiezen voor een positieve waarheid uit de Bijbel en kun je daar de hele dag over nadenken. Laat Gods woord in je groeien en verander je denken. Richt je gedachten op goede dingen en geniet van de godvruchtige veranderingen die het zal brengen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik ben klaar om te veranderen en te leven met de gezindheid van Christus. Help mij alleen te denken aan wat waar, eervol, zuiver, vriendelijk en deugdzaam is. Alles wat van u is. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.